Wij zijn bezig om het macro-economisch plan te definiëren. En ik denk dat het onrealistisch is om te hebben mogen verwachten dat wij in 1 maand dit plan al gepresenteerd zouden hebben. Omdat dit gedegen discussies, gedegen rekenwerk en laat me zeggen, goed over nadenken met zich meebrengt. En in dat proces zijn we samen met het IMF. Wij wisten vanaf dag 1 dat wij dit niet alleen zouden redden. En dat we daar hulp bij nodig zouden hebben. En de meest aangewezen instantie om die hulp aan te vragen is het IMF, maar daarnaast ook de IDB, de Wereldbank en andere multilaterale organisaties die speciaal opgericht zijn om dit soort van hulp aan te bieden. Wij zijn in het traject met IMF om onze maatregelen die wij bedacht hebben, dames en heren, niemand anders, die wij bedacht hebben, om die met hen te bediscussiëren, om uiteindelijk te komen tot consensus, overeenkomst, zodat wij tot uitvoering van de hulp door IMF kunnen komen, dus de geldelijke uitvoering van die hulp, simpel gezegd, dat die gelden beschikbaar komen.